een heel leuk weekendje. Ik ben eventjes bezig met vlogs uploaden voordat ik morgen naar de Perhentians ga. Check hoe cute dit tentje is. Moet je kijken. Super vette muurschildering hier zo. Heel hoog. Echt wel leuk en er zitten natuurlijk allemaal mensen eten. Ik heb ook een theetje besteld. Kijk nou hoe schattig. Ook met dat kopje. Super leuk. Ik hou echt van dit soort plekken op zondag. Vooral als ze niet te groot zijn. Ik heb weer een zalige Indian maaltijd. Een stukje vis in curry, boontjes, okra, kool. Allemaal vet lekker gekruid. Ik ga snel aanvallen. Heel even snel een wasje doen. Dit is weer zo'n 24-hour do-it-yourself wasserette. En dan wissel je hier dus muntjes. Hier is hoeveel het kost. Ik heb hem nu in de kleine gedaan. Dus ja, dit delen door 5 is 1,10 euro. Oh nee, wacht. Ik heb deze gedaan. Dus net iets meer. 1,30 euro of zo. En dan kan je daarna ook in de droger stoppen. Weet je wel, dat kost dus 1 euro. En dan is je was ook gewoon klaar. Heel relaxed. En wat een perfectie. Want het Cat Café zit hier gewoon naast. Super chill. Perfect inderdaad. Ah, het is nappy time bij de kiddies. En vet goed, ze hadden dus allemaal regels. Je moet dus je handen wassen voordat je naar binnen komt. Je mag ze dus niet aanraken als ze ligt te slapen. Je mag ze niet voeren. Vet goed. Iets beter dan bij die Koreaanse. Kijk nou hoe schattig. Een theekannetje met kattenoortjes. No joke, het is hier echt nebbelkrak. Alle katten liggen te pitten. Hoe chill is dit? Kijk dat pootje. Hier ook. Cute. Deze kijken we echt niet op of zo. Yep. Katten houden van dozen. Yeah, frisse was weer. Awesome. Wow, dit is de grootste wierookstok die ik in mijn leven gezien heb. Moet je checken. Zo. En dat is, ja, dat is de hoogte van de auto. Dat is de hoogte van de meisje. Het is huge. Even kijken hoor, als ik het vastgrijp. Dit is mijn hand. Nou, die past er niet eens omheen. Kijk hier. Sick. Ik weet niet wat het is, maar het is hier heel lastig om decaf koffie te vinden. Dus ik ben nu bij een super fancy westers hotel. Hotel Gen. Van de Shangri-La Resort. En die hebben dus wel een decaf latte voor me. Alleen Starbucks heeft het natuurlijk wel. Maar ja, goed. Je wilt toch ook niet altijd bij Starbucks zitten. Oh man, laatste avond hier alweer. Benang is serieus een van de allerleukste plekken waar ik in mijn leven ben geweest. Ik weet niet. Die sfeer, die koffietentjes, de kunst, het eten. Ik denk dat als je een makkelijk land zoekt, of een makkelijke plek om te beginnen met reizen in eentje, dat Penang wel je ding is. Dat zie je echt heel vet. I love Penang. Deze lumpia's, joh. Goddelijk. Wacht. Zal ik even 360 food porn voor je doen? Die saus is amazing. Het is zo lekker. Oh, dit is echt de bom, dig het, hey. Zo. 360 food porn. There you have it. Yeah, ik heb toch nog een laksa kunnen scoren. Het is misschien niet de beste laksa van Georgetown, maar hey, ik heb in ieder geval een laksa gescoord. En gegeten in Penang. Oh ja, waarom dit boeiend is? Nou, omdat laksa is een traditioneel Maleisisch gerecht, maar in Penang schijnt hij dan extra speciaal te zijn. Dus dat moet je eigenlijk wel eten als je hier bent. Ik had net een Facebook call met Marloes. Het meisje met wie ik samenwerk. Zij is net begonnen aan haar eerste jaar rechten. En ik help haar gewoon met tentamens. En als ze vragen heeft, dan hebben we het ook over grote vraagstukken in de wereld en zo. Zo, tof. Ik vond rechten studeren echt heel leuk. Dus, maar we waren dus zo lang aan kletsen. En ik was dus zo enthousiast aan de telefoon. Dat ze hier naast een schoen tegen de muur aan hebben gegooid. En ik liep er naartoe van... Yo, wat is er aan de hand? Is er iemand gevallen of zo? You're really loud. Je bent echt heel luidruchtig. Ik zo, ja, maar moet je dan niet even aan mijn deur kloppen? Pas in van, dit is net alsof je een rookwolkel probeert te sturen van, je bent luid. In plaats van dat je even aan de deur klopt van, kan je iets achter doen of zo? Nee, goed. Hoe check trouwens. Ik heb de hele dorm voor mezelf. Alles is voor Bassie. Winning in life. Nog iets spannends trouwens. We gaan morgen naar de Perhentians. Maar het is heel lastig om daar van tevoren accommodatie te boeken. Je moet dus echt daar naartoe en dan over het strand slepen met je spullen en zo. En ik hou daar echt
zo niet van. Maar goed, het is de manier om het te doen. Dus ik ga het voor het eerst meemaken. Jij gaat samen met mij voor het eerst meemaken. Komt vast wel weer allemaal goed. We zien je morgen wel. Dus dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En dan gaan we morgen samen naar de Prehensions.